De stichting Eusebius Arnhem is een crowdfundingsactie gestart om het originele harnas van hertog Karel van Gelre te kunnen restaureren. Deze actie is om geld in te zamelen voor de restauratie van het harnas van Karel van Gelre. Het is het oudste harnas wat er in Nederland nog is. Het is gedateerd uit 1515. En het is hier in de Eusebiuskerk 500 jaar geleden opgehangen. En de Arnhemmers noemen het ook wel de man in het kastje. Want het harnas zit op een knielende figuur, Karel van Gelre. En dit kastje met het harnas en de figuur is aangebracht na zijn dood. Toen hij overleed in Arnhem in 1538. En hoe weten jullie dat dit een authentiek harnas is? Het is gerestaureerd en er is heel veel onderzoek naar gedaan. Dus wij weten zeker dat het een heel bijzonder topstuk is waar we hier mee te maken hebben. Morgen komt er ook een expert van het Nationaal Militair Museum. En die komt ook vertellen hoe belangrijk dit topstuk is. En hij noemt het ook wel de nachtwacht van Gelderland. En waarom is dit zo belangrijk? Het is heel erg belangrijk dat we dat hier in de Eusebiuskerk hebben, want dat is een topstuk en maakt onderdeel van een ensemble met het praalgraf van de hertog en zijn graf in de grafkelders. En de hertog van Gelre was een ontzettend belangrijke figuur in de geschiedenis van de stad, maar ook van Gelre en ook in Europese context. En deze hertog heeft heel lang gestreden voor de onafhankelijkheid van Gelre en ook van Arnhem dus. En heeft onder meer ervoor gezorgd dat Arnhem aan de Rijn kwam te liggen, want Arnhem lag in die tijd helemaal niet aan de Rijn. En Karel van Gelre heeft de Rijn omgelegd. En waarom wordt het harnas gerestaureerd? Nou, daar is 60 jaar is er eigenlijk na de restauratie in de 60er jaren is er niks meer aan gedaan. En in de verloop van tijd zijn er toch roestplekken ontstaan in het harnas. En wij moeten ervoor zorgen dat dat wordt geconserveerd, dat op een goede manier wordt onderhouden. Er zijn onderdelen die vergaand zijn. Het textiel van de wapenrok is niet goed meer. Dus we laten het harnas echt weer heel erg mooi opknappen. Zodat de hertog in september 2019 dit jaar weer volledig mooi hier te zien is. Hoe laat begint de crowdfunding morgen? Om 10 uur starten we hiermee. Arnhem wordt gewekt door de stadsbeheerder en die gaat onder meer money, money, money spelen. Want we zijn op zoek naar 20.000 euro en we hopen dat heel veel Arnhemmers daaraan gaan bijdragen. Dus we starten morgen om 10 uur. De gedeputeerde komt en de Ridders van Gelre die presenteren het hele programma. Er is ook een kunstveiling. Er is onder meer, wordt er geveild, een trip met de hoogwerker hier naar het harnas. En degene die het meeste biedt, die mag in de hoogwerker helemaal naar boven, 5 meter hoog, dichtbij het harnas, kan een selfie maken van hem met Karel van Gelre in zijn harnas.